De stichting Het Blauwe Nest heeft als start van haar traject Back to Nature afgelopen zaterdag een interactieve lezing georganiseerd. Zij deed dit in samenwerking met Rastafari Medicine Campus Suriname NV. Deze lezing ging over de voordelen en het belang van natuurgeneeswijze. Marita Hammond, een van de standhouders, vertelt over haar specialisatie. Ze geeft aan dat natuurgeneesmiddelen zoals zuurzakbladeren en papaya zeer effectief werken bij veel ziektes waarmee mensen te kampen hebben. Het is belangrijk dat mensen bewust worden gemaakt van deze krachten, zegt Hammond, standhouder bij de Back to Nature event. We hebben de geneeskrachtige planten in ons land om onze eigen mensen te kunnen behandelen. En daar ben ik voor, daar ga ik voor. Kijk, ik ben nu hier bij de Blauwe Nest. Als ik binnenkom zie ik onze oudjes van het land zitten. Ze hoeven niet zo te zitten. Ik kan ze helpen om weer krachtig te worden en te lachen en te springen en te dansen. Met de zuurzakolie, papayaolie, guneraolie kunnen we wonderen verrichten met onze mensen hier in Suriname. Volgens Stichting Het Blauwe Nest is het gebruik van natuurgeneesmiddelen zoals kruiden, planten en mineralen ter bevordering van de gezondheid en genezing van aandoeningen en ziektes al eeuwenlang bekend. Het is belangrijk dat de bewustwording van het gebruik van deze helende geneeswijze binnen de samenleving meer bekendheid krijgt. De stichting wil met deze lezing meer mensen die kennis hebben over natuurgeneesmiddelen bij het bewustwordingsproces betrekken. De interactieve lezing over natuurgeneeswijze is gehouden in het gebouw van de Stichting Het Blauwe Nest aan de Titelstraat.